Dag Amber, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Elegance. Stel je eens even voor, alstublieft. Hallo, ik ben Amber. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Balen. Ja. Hoe komt het dat je meedoet met Miss Elegance? Omdat ik het taboe wil doorbreken om psychische problemen zoals zelfverwonding. Want ik zelf zit in een depressie en ik heb een eetstoornis. Ja. Dus, ja. Zit je nu zelf nog altijd in een depressie? Momenteel heb ik dat wel onder controle, maar ik heb nog wel een depressie. Ja, ja. En je doet dan zelfverminking, wat houdt dat eigenlijk in? Ja, dat kan eigenlijk op verschillende manieren, zelf slaan, snijden, gewoon, ja. Ik stel me dan eigenlijk zo de vraag van, hoe komt een mens daar toch toe? Voor mij puur was dat gewoon omdat ik niet met gevoelens en emoties kon omgaan. En dat er de enige uitweg was van, ik moet iets doen om mijn emoties, gevoelens te uiten, maar ik vond geen manier. En toen vond ik dat. Ja. En zijn die emoties dan zo krachtig en zo hevig, ja, dat je zo'n dingen moet doen? Een heel verleden meegemaakt. Ja. En ja, ik ben toen gecrashed geweest en toen had ik een eetstoornis. En ja, zo is het dan eigenlijk begonnen. Ja. Ja. En nu ben je dan terug aan het herstellen. Hoe is dat in zijn werk gegaan dan? Ik ben ondertussen denk ik al 3 jaar een opname geweest in verschillende, maar de laatste opname heb ik bijna 1 jaar gezeten en die heeft me echt heel erg goed geholpen. Ik heb daar zo geleerd praten, want ik kon echt totaal niet praten. Ik heb daar leren praten hoe dat ik met mijn emoties moet omgaan en tips en zo van die dingen. Ja, en wat vinden je vrienden nu daarvan en je familie, dat je meedoet aan zo'n misverkiezing? Ze vinden dat superleuk en ja, ze steunen mij heel erg. Ja, dat is wel leuk. Wat parcours staat er nog te wachten? Wat moet je nog allemaal gaan doen voor Miss Elegance? We gaan fotoshoots doen, modeshows, we gaan een weekendje naar de Ardennen. Oh, zeker? Ja. Je kijkt er blijkbaar wel naar uit dan. Ja. Ben je nou al zo'n in groep met meisjes iets samen gaan doen? Nee, niet echt. Dus dat is de eerste keer en ik vind het wel heel spannend, maar ik vind het ook wel heel fijn. Wat wil je nu binnen 5 jaar? Waar wil je staan binnen 5 jaar? Ik wil mijn diploma halen van school, want ik heb mijn middelbare diploma niet kunnen halen. En dan wil ik dan volwassen onderwijs doen. Ik wil, denk ik, sociotherapeut worden in jeugdpsychiatrie, omdat ik dan meer ervaring heb en ervaringsdeskundige wil zijn. Ja, klopt. En zo jongen meer kan helpen. Ja, dat is een mooi vooruitzicht. Hè? Ja. Ik hoop zeker dat je dat bereikt. Als buiten dat allemaal, als ik je zou willen leren kennen als meisje en als vrouw, wat moet ik dan nog zeker weten over jou? Ik weet het niet. Ik ben heel behulpzaam. Ik wil altijd heel goed doen voor andere mensen, het beste. Iedereen kan mij ook echt vertrouwen. Dat zijn zeker mooie eigenschappen. Hè? Ik wens je in ieder geval nog heel veel succes. Hè? Tot ziens. Ja, okay. Tada.